In mijn vorige film over de bevrijding van Deventer op 11 april 1945 is te zien hoe de Canadezen ter hoogte van Gorssel de rivier de IJssel overstaken en daags later richting het westen naar Apeldoorn en de Veluwe trokken. Apeldoorn werd op dinsdag 17 april 1945 door de Canadezen bevrijd. Feitelijk ging die bevrijding veel gemakkelijker dan de Canadezen aanvankelijk verwachtten. Men rekende op grote weerstand door de Duitsers. De reden was dat bij het Apeldoornskanaal en ter hoogte van Teuge de Duitsers fel tegenstand hadden geboden. In de nacht van 16 op 17 april staken twee verzetslieden, Albert van der Scheur en Gijs Numan, het Apeldoornskanaal over bij de sluis ten noorden van de Deventerbrug om aan de Canadezen te melden dat er nog maar enkele Duitsers in de stad waren achtergebleven. Daarmee wisten zij een zware beschieting van de stad te voorkomen. Uiteindelijk trokken de Canadezen in grote getale de stad binnen, waarbij ze slechts in een opmars werden gehinderd door enkele achtergebleven sluipschutters. De Canadezen werden met open armen door de bevolking ontvangen, zoals in deze film is te zien. Ook Lieren, Oosthuizen en Beekbergen werden diezelfde nacht bevrijd, gevolgd door Apeldoorn-Zuid en Uggelen en Barneveld een dag later. Apeldoorn bleek redelijk ongehavend uit de oorlog te zijn gekomen, in tegenstelling tot andere steden in het oosten van ons land, zoals Arnhem en Nijmegen. Na de mislukte operatie Market Garden in september 1944 waren veel evacuees uit de omgeving Arnhem overgekomen naar Apeldoorn, waar ze onder meer onderdak vonden in ziekenhuizen en Paleis Het Loo. Bekijk nu de rest van deze boeiende film zonder verder gesproken commentaar. In my previous film about the liberation of Deventer on April the 11th, 1945, you saw how the Canadians crossed the River IJssel near Gorssel and the next day moved west towards Apeldoorn and the Veluwe. Apeldoorn was liberated by the Canadians on Tuesday the 7th of April 1945. In fact, that liberation was much easier than the Canadians initially thought. Great resistance by the Germans was expected. The reason was that the Germans had resisted fiercely at the Apeldoorns Canal and near Teuge. In the night of 16 to 17 of April, two resistance members, Albert van der Scheur and Gijs Numan, crossed the Apeldoorns Canal at the lock north of the Deventer Bridge to meet the Canadians in order to report that only a few Germans were left in the city. With this, they managed to prevent a heavy shelling of the city. Finally, the Canadians entered the city in large numbers, only to be hindered in their advance by a few snipers that were left behind. The Canadians were welcomed with open arms by the population, as can be clearly seen in this film. The towns of Lieren, Oosthuizen and Beekbergen were also liberated that same night, followed by Apeldoorn South and Uggelen. Barneveld followed a day later. Apeldoorn appeared to have emerged from the war relatively unscathed, in contrast to other cities in the east of our country, such as Arnhem and Nijmegen. After the failed Operation Market Garden in September 1944, many evacuees from the Arnhem area had come to Apeldoorn, where they found shelter among other in hospitals and the Queen's Palace at Loo. Now watch the rest of this captivating film without further narration.